Tijdens deze vaartocht komen we langs de Goslar, een Duits koopvaardijschip dat in 1940 tot zinken werd gebracht in de Surinamerivier bij Paramaribo. Het is een stille getuige van de Tweede Wereldoorlog in Suriname. Zolang het nog kan, is het een goede gelegenheid om het schip van dichtbij te bekijken. Het oude wrak, dat jarenlang een bezienswaardigheid is, wordt binnenkort geborgen en zal als groot worden verkocht. We bezoeken Peperpot, in het Sranangtongo Peperpatu. Het is de naam van een voormalige koffieplantage en een plaats in het district Kommewijnen. Het is een van de oudste plantages uit de Surinaamse geschiedenis. Het begin van Peperpot moet ongeveer tussen 1651 en 1660 gelegen hebben. Waarschijnlijk was het een Engelse planter die het toen als suikerplantage aanlegde. De eerst bekende Hollandse eigenaar was Simon van Halewijn, die in 1696 naar Suriname was gekomen. Nadat het vruchtvlees van de koffiebessen werd ontdaan, volgde in deze schuur het droogproces, waarna na enige tijd later de koffiebonen in de fabriek verder werden verwerkt. Verspreid over het terrein tref je her en der nog oude machineonderdelen aan. We meren aan in Domburg, een plaatsje op zo'n 16 kilometer verwijderd van Paramaribo in het district Wanica. Een plaatsje waar overwegend Javanen wonen. Om die reden kunnen we hier genieten van enkele heerlijke Javaanse gerechten. Laarwijk in het Sranangtongo Passigrong is onze laatste bestemming. Het was gedurende de koloniale tijd een suikerplantage en een plaats in het tegenwoordige district Kommewijnen. Er zijn nog enkele overblijfselen uit deze periode terug te vinden, zoals een indamketel, de sluizen en de irrigatiestructuur. Tegenwoordig staat het plaatsje bekend om zijn heerlijke sinaasappels. Er zijn een aantal tour operators die een trip naar plantage Peperpot en Laarwijk aanbieden. Maar ze zijn ook op eigen gelegenheid heel goed bereikbaar.